Ja, heel ongemakkelijk een vlog openen, maar oké, hij is leuk. Deze vind ik leuk om dus in mijn nek te gaan zitten, letterlijk en figuurlijk, wat jullie dus nu wel kunnen zien. Ja, echt. Kun je even een beetje vloggen van die kant? Even kijken. Wacht. Oh, haha. Hij gaat deze kant op draaien. Ja. Oké, joh. En ik draai aan die kant op. Auw, daar waren je nagels. Ja, daar waren je nagels. Auw, 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 auw. Maar bij deze wensen wij jullie weer heel veel kijkplezier. Nou, we hebben van gisteren geloof ik, toch? Ja, gisteren. Gisteravond iets leuks besteld. En dat is de optie van zondag bezorgen. Heel bizar. Maar wel leuk. Dus we gaan even kijken wat er in de doos zit. Heel spannend. Tromgeroffel. En we hebben hem besteld bij bol.com, maar we worden er niet voor gesponsord. Nee? Jammer. Jammer hè? Ja, dan moet je daar gaan zitten. Ja, natuurlijk wel. Dat is volledig. Die rook ik echt, ja. Hij rook ik. Papier. Dat gewoon niet. Nog meer. Ja, een heel klein pakketje. En voor de rest alleen maar... Nog meer papieren. Papier, 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 papier. 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 Hey. Een leuk mini-pakketje. Ja. Een box. Yep. Wat is dat voor een ding? Even kijken wat er op de zijkant staat. Gravity Sensing Remote Control. Een baby elf. Is dat een elf. Nog een doos. En ik ben ondertussen mijn lekker kaas aan het eten. Dit is hele lekkere kaas. Het is met vis. Zak. Oh, van je gordel. Sander. Opvouwbaar drone met dubbele remote control van het hangertje. Dat is wel weer wat spannend. Een extra batterij waarschijnlijk. Ik zat even kijken van waar ik hem moest openen, ja. Ik zal het even uit de verpakking halen. Kijk, inderdaad een extra batterijtje. Niet draaien. Ja, die veilig in de verpakking. Dan heb ik hier nog een batterijtje. Ja. Met oplader. Ja. Nou,
komen dus inderdaad zo. Hier zitten dus allemaal de dingen aan. Yep. En dan ja, maar je kan hem dus ook, je moet dus ook een app gaan installeren op je telefoon. Zo even kijken hoe dat open moet. En dan gaat de Zero dus de batterij in. En hier zit dus aandoen. Goedemiddag allemaal. Ja. Het is nu alweer bijna 6:30 in de avond. Het is nu even aan de knutsel geraakt voor onze bruiloft. Ik ga nou die doos eerst even wit maken. Kijk. Yep. En dan pas doe ik onze eigen echte kleur eroverheen. Omdat het wel heel erg veel wit is. Eerst eventjes, want anders ga je dus de normale kleur niet goed zien. Nee, dus dan is het wel erg ideaal dat eerst gewoon eventjes een laag overheen gaat. En dit droogt heel snel. Daar ben ik blij mee. Ik gebruik nu dus acrylverf van de Exivanaal. En dat is gewoon heel goed. Iedereen die een beetje aan het knutselen is, die weet dat Action dat er gaat. Wel heel goed spul heeft, nog niet altijd. Om dat even te goed lezen. Altijd heel goed. Dus dit ga ik eerst even overal doen, lekker wit verven. Dat je de ergste blauw gewoon niet meer ziet. Kijk, wit maakt niet heel veel uit, maar dan pakt het wel wat beter. Kijk, deze kant heb ik dus al helemaal weinig gedaan met dit. Ik probeer eigenlijk gewoon zo te doen dat je de blauw gewoon niet eens meer ziet. Zo wat gewoon niet. Dan ben ik eigenlijk eerst even. Dat ga ik dus eerst doen. Even een klein ondergrondje eronder, zodat ik even dit hier ook kan verven en zodat ik jullie het even mee kan nemen. Het begin wat ik dus aan het doen ben. Kijk.
is eigenlijk gewoon, ja, vastgehouden. Dat is een beetje steun. Eventjes een andere kwastje. Ook even erbij. Ook eventjes in het water. In principe hele oude kwastjes. En dan moet ik even mijn doekje zien te vinden. Oh, hierover. Ha. Ik heb mijn doekje alweer. Dit werkt? Nee, dit werkt altijd helemaal niet. Nee, die werkt helemaal niet. Ah. Ja, ook ik moet eens een keertje geloven aan nieuwe kwastjes volgens mij. Ja. Als ik daar nou zo blij mee ben, nee. Eigenlijk niet. Maar ja, dan ga ik gewoon met deze verder. Waar ik al in principe mee bezig was. Zo. Dan ga ik gewoon met deze verder. Zo. Ja, ik kan het ook wel even helemaal opzetten, dat maakt toch niet heel veel uit. Zo, als er maar alvast gewoon een grondlaag op zit. Kijk, daar zit dus nog een grondlaag op. Nou, ik ga deze doos even helemaal doen en dan kom ik zo meteen weer terug. Nou, de grote doos dat zit dus nu helemaal in de grond. Verf, een soort van. Lekker overal acryl. Waar het echt moest. Bovenop de zijkanten. En dan ga ik de andere doos pakken. Jij er niet op gaan, vanavond of niet? Gaan we deze doos pakken. Kijk, een kleinere doos. Ja. Hola, 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 hola. Kijk. Nou, dan gaan we de andere doos pakken. Nou, en als dat is gedaan, dan kan ik het gaan weer een andere kleur gaan verven. En dat wordt een verrassing voor jullie welke kleur die wordt. Dan laat ik alleen een beetje de eindresultaat zien. En dan zien jullie dat dan op de andere vlogs die allemaal gaan komen. Ja. Het moet wel een beetje een verrassing blijven, hè, vanzelf.
Ja, toen was ik dus nog even een beetje aan de kletsel. Ik wel. Rudy gaat dus nu even nog met de hondjes. En ik neem jullie nog even heel even mee in het knutselproject met wat ik aan het doen ben. Tot straks, schat! Ik ben even je knoopjes aan het in. Ja, yeah, knoopjes. Knoopjes. Allemaal knoopjes aan het in knallen. Ja, dat is leuk. Knoopjes lijmen. Overal knoopjes in. Dat vind ik grappig. Ja, dat vind ik leuk, ja. Dag gewoon ergens. Oh, hier ook. Ha, kijk niet goed. Nee. Schreeuwt weer. Ja, dan wordt het lekker zwaar namelijk. Mijn man, ja, die had hij. Kijk, dat is mooi. Twee had nog. Hier. Kijk, dat is juist leuk. Zo. Dan zullen jullie wel denken van waar heb jij dat in vredesnaam voor nodig? Altijd weer makkelijk als je dus aan de knutsel bent. Recyclen heet dat dan weer. Zo. Ook goed. Kijk. Ja. Ideaal dit. Wat steviger maken en wat zwaarder voor de bruiloft. Thank you.
Zo, die er weer eens in. Nou, bij deze ga ik even de vlog afsluiten. Trouwens, wat jullie al net hadden gezien, of niet, wel, maakt niet uit. Maar Roos is even met de hondjes uit en ik ga de vlog afsluiten. En dan ga ik daarna lekker naar bed. Ik zou zeggen, dank jullie wel voor het kijken. Vond je deze vlog nou leuk en interessant? En heb je zoiets van, hé, je mag wel vaker knutselen? Doe vooral een blauw duimpje omhoog. Reageer even wel even hieronder. Of even van vaker doen, misschien één keer in de maand of zo. En dan misschien heb jij een idee, nou misschien kan ik het maken. En dan zou ik zeggen, dankjewel. En vergeet niet te abonneren. En delen met ons YouTube kanaal. Zou ik zeggen, dankjewel en tot morgen. Doei.